Yo, mensen van Team Whisky. We gaan vandaag even Battlefield spelen, heb ik wel zin in. Ik ga... Mijn doel in deze video, in deze speelsessie, is om een medaille te halen voor... Au. Om... Oké, dan niet. Mijn doel is om een medaille te halen voor de dingetjes. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Oh, god, shit. De... Assault Rifle. Ik moet nog 4 rimmens, dus dat wordt 4×7 is 28 kills maken in deze ronde. Nou, dat moet op zich wel kunnen, denk ik. Als ik me niet zo zuig als wat ik nu net deed. De hele tijd, want dan komt het niet goed. Ja, gaan... Are you fucking... Fuck jou. 3% health. Oh my god. Ik heb een nieuwe headset. Want mijn vorige headset is kapot gegaan. En toen ging ik even vragen of er garantie op zit. En gelukkig zat er nog garantie op. Dus kreeg ik gratis een... Au, misschien had ik dit beter niet kunnen doen. Au, nee. Damn it. Dus ik kreeg een nieuwe headset mee. Wel dezelfde natuurlijk, voor hetzelfde geld. Maar het kostte me natuurlijk niks, want er zat nog garantie op, gelukkig. Het was echt heel onnozel. Iets in een plastic of zo, waar die schroefjes in zitten, die was kapot gegaan of zo. Echt vet raar, maar goed. Auw. Wat had ik nou unlocked? Ik had iets unlocked, ik zag het niet. Ik kan me ook geen reet schelen. Ik sta niet echt positief, om zo maar te zeggen. Oh, daar liep iemand. Oké, dood blijkbaar al. Ja, dood. Goed zo. Oh, ja, te laat. Wat ik al verwacht. Eigenlijk. Oké, nou, daar had ik gewoon alleen maar hitmarkers. Dat was lekker fijn. Ja, godverdomme, alleen maar achter me. Oh, ik sta wel eerste. Nice. Maar wel negatief. Bad. Zoals jullie misschien wel hebben gezien, hebben we gelivestreamd. Het was echt een test en ik weet nu ook dat het... als we het niet fixen, er niet weer een... godverdomme. Er niet weer een livestream komt, want het geluid bukt als een gek. Ik heb geen idee. We waren heel erg onverstaanbaar en... Het geluid wat er was... Hey. Au, god. Ik hoorde hem achter me. Alleen, ik zag hem niet meer. Wat je hoorde, dat was echt gewoon alleen maar dikke bas. En om een of andere reden, ik weet niet waarom, maar dat was gewoon zo. Ja, een hele goede reden is dat ik weet... Hey, au, godverdomme. Je hoorde alleen maar bas en onze stem waren heel slecht te verstaan. Dat was echt gewoon bagger. Dat vind ik ook jammer, maar goed, dat is niet helemaal zo. Het was ook heel zacht, het geluid, dus ik weet niet wat het probleem was, maar... maar goed, mag ik ook gerevived worden alsjeblieft? Ja, dankjewel. Maar ja... Oké, heel random. Ik zit nu op de 5 kills. Ik heb nog ineens 1 rippen. Fuck. Nou, die gast die was niet meer leven te houden. Ja, die is dood. Au. Oh god. Kut. Nee, fuck. Nou, rotzooi is daar. Ik ga even flanken, of hoe noem je dat? Nou, iedereen is er inmiddels al dood. Laat hem maar, dan valt er niks meer te flanken tot weinig. Oh. Kom maar. Neem jij maar het initiatief. Mag ik die gast heen? Daar is... Oh,
Shit, nope. Godverdomme. Wat is de prestige? Verslaafd. 610, Jezus Christus. Kill assist, daar kan ik ook niks mee natuurlijk. Jee, mijn eerste ribbon. Wauw, geweldig. Het gaat echt hard jongen, niet normaal. Hier, alsjeblieft. Als je daar zo staat te campen, heb je dat wel nodig. Godverdomme. Met elke kill waar ik, die ik maak, ga ik ook meteen doen. Au, what the fuck doet die gas achter mij? What the fuck? What the fuck, dude? Ik ben net gespawnd. Jezus. Ik ga nu ook terugpakken ook. Als die gast dan niet dood is. Waarschijnlijk al wel gewoon. Nou, laat ook maar. Ik ga wel weer weg. Ja. Godverdomme. Je BDWR. Ik zag volgens mij hier iemand rennen. Yep, ik had het goed gezien. Fuck jou met je fucking kill assist. Nope, nope. Oh. Thank you. Au. Oh, what the fuck deed hij achter mij? Waar kwam die gast vandaan? What the fuck, jongen? Het is gewoon niet normaal meer. What the fuck? Ik ben net gespawnd. Dan ken ik wel erg gespawnrapes, maar toch. Ik vind het ook niet echt leuk en aangenaam en plezierig en wat de hel nog meer allemaal.